Let's go. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vreubel Talk. Mijn naam is Loes Verhoeven en naast mij zit... Mark van The Guy With The Hook. Hey Mark. Hallo. Hallo. Welkom bij de vijfde aflevering alweer. Gaat het snel, hè? Een hele speciale aflevering. Dat klopt. Ja, we hebben een bijzonder thema deze week. Ja, want wij gaan het hebben over... The one and only, de grootste beurs van Nederland. Creatoe. Oh, ik heb er zoveel zin in. Ja, ik ook. Nog eventjes en... Dan staan we er. Dan gaat het gebeuren. Ja. Dit jaar in onze eigen stand. Ja. Ook voor het eerst. Ja. We waren natuurlijk heel vaak als bezoeker, als gast of wat dan ook aanwezig. Jaren aan een stuk zelfs. Ja. Ja. Maar nooit in ons eigen vertrouwen. Nee, nooit een eigen stand gehad. Dus dat is voor het eerst dit jaar. En ja. Ik vind het super spannend. Maar ik ben heel blij dat we het samen gaan doen. Nou, ik ja, zou het niet alleen willen doen. Het is best wel een hele klus. Dus, nee, we hebben er echt wel veel werk aan gehad, veel voorbereid. Ja. Dus we zijn er gewoon heel, heel zenuwachtig over wat het gaat worden. Ja, heel spannend. Dus ik hoop dat jullie ons allemaal komen bezoeken. Dat sowieso. Het zou wel een heel stukje goed maken. Ja, we staan in hal 8. Ja, stand nummer 35. 35. Ja, je kunt ons niet missen, denk ik. We hebben alle boeken bij ons. Jij bent er. Ja. Lisette is er. En jij bent er. Ik ben er natuurlijk, ja. Ja, nee, dus wij zijn er sowieso alle drie. En Alexa is natuurlijk ook onderdeel van de uitgeverij. Maar die heeft haar eigen stand. Die staat een stukje verderop. Klopt. Bij Amelishly. En uiteraard hebben we nog wat andere mensen die aanwezig zijn. Die ons allemaal komen helpen. Precies. Maar we staan in de middelste hal. Ja. Met een hele mooie eigen stand. Ja, alle boeken zijn er. Bijna alle projecten uit de boeken kun je daar ook naar kijken. Ja, je kan je boek natuurlijk aankopen bij ons. Je kan op de foto met ons. Je kan een handtekening in je boek of een stukje gesigneerd hebben. Ja. Kan allemaal. En we hebben leuke dingetjes als je een boek hebt gekocht bij ons. Hebben we nog een leuke verrassing. Ja, geven we graag nog iets mee aan je. Als de voorraad tenminste... Zolang, ja. Of jullie moeten zo massaal kopen, ja dan... Dan is het dag 1, is het op, maar dan, nee. Dan houdt het op, maar dat proberen we te voorkomen natuurlijk. Nee, dat zolang klopt. Mogelijk. Ja, dus komt allen. En we zijn deze podcast al voorvarend van start gegaan. Want normaal vertellen we natuurlijk altijd even wat de rubrieken zijn. Maar omdat dit een speciale aflevering is, hebben we het eigenlijk vooral over de Creatoe. Ja, we wijken een klein beetje af van ons programma. We hebben wel wat producten en tips en dat soort zaken die daar aan gerelateerd zijn. Maar ja, Creatoe is de rode draad van deze aflevering. En als we het over Creatoe hebben, dan komt er natuurlijk ook maar één persoon direct naar boven. Ja, die we als gast deze week konden vragen. En dat is, jawel, zeg het maar Loes. Ja, ik moet even lachen, want we hadden net een leuke bespreking. Maar dat is dus niemand anders dan Dennis. Dennis van der Brink. Dus het lijkt mij een goed idee dat we Dennis eventjes gaan bellen. En eens even horen wat hij allemaal van plan is op de Creatoe. Precies, dus daar komt hij. Hoor je het? Ik hoor een telefoon afgaan. Hallo, hallo. Hallo, hey. Hallo. Daar ben je dus. Goeiedag. Ja. Fijn dat je bij ons in de uitzending wilt zijn. Nou, wat gezellig. Ja. Hoe is het met je? Ja, goed. Lekker druk nu. Ja, dat zal wel. Ja, vlak voor de Creatoe. Dan, De ene beurs naar de andere beurs. Dus het is echt van hop naar her gaan. Ja. Heerlijk. Ja. Dat hebben we ook wel weer gemist, of niet? Ja, ik heb dat zeker gemist. Ja, absoluut. Het is altijd zo, dan ben je eerst non-stop alleen maar thuis aan het werk aan je boeken. En dan kan je zo min mogelijk delen op social media. En dan zijn die beurzen er eindelijk. En dan wil je ook gewoon gelijk all-out gaan. Wil je alles laten zien en met iedereen praten. En drukte een welste. Heerlijk. Ja. Ja, jij bent het al wel gewend, want jij doet het nu al een x-aantal jaren natuurlijk, dat jij op de Creatoe aanwezig bent. Ja, ik moest er even over nadenken, maar dat is echt wel gewoon volgens mij mijn achtste, negende of tiende jaar. Ik heb het niet helemaal met teruggerekend, maar het is wel echt al, ik denk dat het negende jaar is. Dat zou zo maar kunnen. Oh, misschien is het wel je tiende jaar, Dennis. Misschien hebben we een jubileum. Ja. Dat klopt wel beter bij mijn jubileumboek. Dus laten we het maar gewoon op 10 houden. Vertel daar eens wat meer over. Want er zijn weer een paar mooie nieuwe boeken van jouw hand verschenen. Ja,
Oh ja, jeetje, waar moet ik beginnen, joh? hoeveel tijd hebben we? zoveel als je wilt. Vertel wat je vertellen wilt. Oh, gelukkig. Ja, nee, ik heb dus in ieder geval weer een nieuw haakboek uitgebracht. En dat is een soort van jubileumboek, omdat het dan precies 10 jaar geleden is dat ik ben begonnen met haken. Dus niet dat ik een boek heb uitgebracht, maar wel dat ik ben begonnen met haken. Mm-hmm. Dus eigenlijk zit ik al 10 jaar lang in deze flow van ontwerpen, patronen maken en dat met de hele wereld delen. En ik ben eigenlijk weer teruggegaan naar waar ik ooit mee begonnen was. Met mijn eerste boeken, waarin mijn karakter Dan Dennis iedere keer avontuurtjes beleeft. En daar nieuwe vriendjes mee ontdekt. En daar allemaal leuke dingen mee doet. En dat heb ik nu weer teruggebracht. En ik heb nou 1 boek uitgebracht met 5 avonturen erbij. Mm-hmm. Dus Dan Dennis heeft 5 verschillende outfits. En ontmoet per hoofdstukje 4 tot 5 andere knuffeltjes erbij. En zo, en dat is weer allemaal een beetje met elkaar verbannen in een leuk verhaaltje. Leuk. Ja, heerlijk weer. Echt weer superleuk om gedaan te hebben. Weer echt even terug te gaan met waar ik ooit mee begonnen was. Ja, ja, kan ik me voorstellen inderdaad. Ja. Ja. Ja, en mijn Dan Dennis is nu helemaal aangepast. Dat vond ik ook wat tijd voor nu, na zoveel jaar. Dus ik heb een hele nieuwe Dan Dennis gemaakt, die net een iets groter formaat heeft. En nu eindelijk 5 vingers heeft in plaats van 4 vingers. Ja, we hebben verschillende ledematen voorbij zien komen de afgelopen maanden inderdaad. Ja, ja, dat klopt. Ja, dus nee, dat was hartstikke leuk om te doen. En er is nu een Wimpy bij. Die kon natuurlijk niet ontbreken in mijn boeken. En in mijn avonturen. Nee, dat snappen wij, ja. Want daar werk je natuurlijk ook al nu een hele tijd mee samen. Ja, ja, daar had ik laatst met Wim over. Met Wim werk ik al 8 jaar samen zelfs. En qua boeken natuurlijk pas de laatste 4 jaar. Ja. Maar in principe al 8 jaar lang helpt hij mij ook al met patronen testen en dat soort dingen allemaal. Dus al 8 jaar lang is onze vriendschap. Ja, wat bijzonder gaat eigenlijk. Gaat Ja, gaat ja. heel hard. En als ik het goed begrijp, komt er nog weer een nieuw boek aan. Want als het goed is, duik je dus met Wim het bed in. Ja, zeker. Dat is gelijk mijn tweede boek weer. Want we staan ook nog eens een keertje samen. In ieder geval Wim dan, in ieder geval het weekend. Ja. Maar we staan ook nog eens een keertje samen ons nieuwe breiboek te presenteren. Helemaal in stijl van de slaapkamer. Ja, we hebben het gezien. dat wordt interessant. Ja, hè, we vonden het ook wel. We waren eerst met sokken bezig natuurlijk. En daarna doken we de keuken in. Dus ja, dan moeten we eigenlijk ook gewoon samen in bed duiken. Waarom ook niet? En staat dat grote bed dan ook op de creadoe? Nou, dat was dus een hoop geregel. En uiteindelijk hebben we er toch een andere oplossing mee te bedenken. Ja, het was wel echt de bedoeling om een mega groot bed neer te zetten. En dat iedereen lekker in bed kon duiken met ons. Precies. Maar het is sowieso omdat Wim eigenlijk maar alleen de laatste 2 dagen er is. En dan woensdag, donderdag, vrijdag, ik dan in principe alleen op die stand sta. Ja, dan moeten we toch even een iets makkelijker oplossing bedenken. Maar wel nog een beetje dat mensen dus wel met ons onder de dekens kunnen, in ieder geval. Ja. En dan hebben we, dat gaat een leuke verrassing worden zometeen. Zo klinkt het wel. Dus ja, nee, het gaat gewoon een leuk feestje worden. Dat hopen we in ieder geval dat het een leuk feestje gaat worden. Maar dat neem ik aan van wel. Ja, dat kan niet anders. Ieder jaar is het weer een feest. De creadoe dus dit jaar vast en zeker ook wel. Nou, wij hebben er heel veel zin in, Dennis. Wij zijn er natuurlijk ook dit jaar. 5 dagen aanwezig op de beurs. Dus wij gaan elkaar zeer... Staan we eigenlijk bij elkaar? Nee, hè? Volgens mij staan jullie op een andere plek. Wij staan een halletje verder. Maar er zit niet... Kijk, in meters stelt het niet zoveel voor. Nee, maar we kunnen niet naar elkaar zwaaien dan. Nee, dat denk ik niet. Maar we kunnen uiteraard even video bellen of... Ja, gaan we gewoon video bellen. Nou. Van de een stand naar de ander. Nee joh, wij gaan elkaar wel zien. Nee, dat, wij zoeken elkaar. Zeker, altijd. Dat loopt wel weer los. Goed. Superleuk dat jullie een eigen stand hebben, echt. Nou, ja, ja, wij hebben er ook heel veel zin in. Hey Dennis, ontzettend bedankt voor jouw aanwezigheid in onze podcast. En we hopen je tot volgende week, zou ik zeggen. Ja, dan eindelijk kunnen we weer lekker gaan knallen. Zeker. Zo is dat. Hartstikke goed. Dankjewel Dennis en tot volgende week. Tot volgende week. Doeg. Doei. Dat was Dennis. Ja, superleuk om even te horen. Ja, hartstikke leuk. Altijd leuk om Dennis even te spreken. En ook om te horen dat hij er net zoveel zin heeft als wij in die creadoe. Zeker. Ja. Bijna is het zover. Ja, een paar dagjes. Ja, maar eerst gaan we even naar de volgende rubriek van deze podcast. En dat is mijn hobby.
En we hebben deze week een leuke hobby uitgekozen. Ja, we gaan namelijk kaarten maken. En dat is iets wat je natuurlijk op de Credo ook heel veel gaat zien. En sommige handwerkers vinden dat echt best wel irritant, dat er zoveel van die andere kramen staan. Maar... ja, maar het is natuurlijk Credo voor iedereen. Dus ja. Ik bedoel, ook daar hebben we publiek voor. Klopt. En het is ook hartstikke leuk om te doen. Ja. Heb jij het wel eens gedaan? Kaarten maken. Ja, nou, kaarten maken. Ja, in het verleden wel. En ik ben voornamelijk van de techniek theezakjes houden. Oh ja, dat heb ik ook gedaan. Dat heb ik ook een hele tijd gedaan. Ja, leuk. Dat je gewoon bewust theezakjes ging bewaren en die vouwen in tot vormpjes. Ja, maar je had ook hele leuke, zakjes met meloen en bosbessen. Ja, dat was hele leuke effecten. Ja, klopt. Dus dat. En het 3D-werk natuurlijk met zo'n uitknip en een dik stukje foam ertussen. Ja. Dat het omhoog ging staan en dat soort dingen. Mm-hmm. Heb ik ook nog gedaan. En ik heb nog een tijdje gestempeld. Oh, echt waar? Maar dan met van die acrylstempels of gewoon houten? Nee, echte houten stempels. Okay. En daar dan weer met kleurtjes in werken. En, doe maar, doe maar. Ja, leuk. Dus ik ben er ook nog zeer actief in geweest, ooit. Mm-hmm. Maar de laatste jaren helaas niet meer zo. Oh, oké. Ja, ik herken dat wel. Ik heb ook veel kaarten gemaakt. En eigenlijk nog steeds wel. Want ik vind het heel leuk om zelfgemaakte kaarten te versturen. En ze worden trouwens ook heel dankbaar in ontvangst genomen. Want zowel mijn moeder als mijn schoonmoeder... die laten zo'n kaart dan echt weken op de kast staan. Man, kijk hoe mooi. Ja. Maar je kunt ook echt wel hele toffe kaarten maken. Ja, absoluut. En ik denk dat een handgemaakt poststukje, dat is gewoon een kaart, ook veel waardevoller is. Ja, dat klopt. Tenminste, het wordt veel meer gewaardeerd vaak door de mensen. Mm-hmm. Ja. Dus dat is, vind ik ook wel echt een meerwaarde van kaarten maken. Ja, mee eens. Nou ja, en je gaf al inderdaad al aan dat je verschillende technieken kunt toepassen op het zelf maken van kaarten. Ik vind het ook leuk om met van die stansen, figuurtjes uit te stansen. Die kun je ook combineren trouwens met stempels. Ook heel erg grappig om die twee samen te pakken. Maar je kunt ook bijvoorbeeld een beetje meer die boxen, weet je wel? Die, dat je zo'n, dan klap je het open. Als een soort pop-up. Ja, zo'n soort, ja. Ja, dat heb je ook net ook. Ja, en je hebt natuurlijk gewoon, volgens mij, ik weet niet of het nog bestaat, borduren op kaarten. Kan ook nog klopt, steeds. Klopt, ja. Er wordt heel veel gedaan. Ja, dat kan ik me eigenlijk ook nog heugen van een aantal jaar geleden dat in één keer ook begon te komen. Heb je trouwens ook speciale standjes voor? Dan kan je gaatjes, zeg maar, prikken in het papier. En dan kan je mooie bloemetjes of zo. Of mooie randjes maken. Dat is echt ook heel erg leuk om te doen. Ja, je hebt wat dat betreft wel echt heel veel mogelijkheden. Ja, het is wel heel divers als je het zo En hoort. Ook leuk, de shaker cards. Oh, dat heb ik volgens mij ook nog eens een keer gedaan. Ja, maar die zijn echt heel leuk. Dit is zo'n plastic vormpje maken in een kaart. En dan iets qua schutbolletjes of iets erin. Ja, zo'n venstertje. En dan dichtmaken. Ja. Oh, dat is ook nog wel, dat is waar. Heel leuk. Nou. Ja, die zijn echt leuk. Ja, dat is waar. Die was ik ook alweer vergeten. Nou ja, ik vind het wel leuk. En voor de kerst sowieso is het natuurlijk erg leuk om zelf kaarten te maken. Dat gebeurt echt nog wel heel veel. Dat is, volgens mij is dat wel echt de hoofdmoot van het jaar waarin mensen dat nog echt doen. Daar beginnen mensen in september al mee. Ja, dat is en echt wel... ik moet eerlijk zeggen dat ik daarvoor ook altijd speciaal vroeg naar zo'n winkel ga. Of hele goedkope. Ja, of nee, maar deze, ze hebben hele leuke blokjes. Oh. En dan kan je gewoon heel makkelijk kaarten mee maken. Dus die haal ik altijd wel. Moet je wel snel zijn, want die zijn nu al op. Ja, die ben je nu al te laat. Men ligt gewoon al op de loer tot ze er zijn. Ja, die haal ik daar altijd. Maar inderdaad, op de Credo zelf kun je daar natuurlijk alsnog je slag ook wel in slaan. Mocht je het hebben gemist, mocht je het niet hebben... kan je op de Credo zeker wel aan je trekken komen op hand of op het kaartenmaakgebied. Ja. Ik wil bijna handwerken zeggen, maar dat is het niet. Dat kan ook, maar je hebt ook zeker heel veel op het gebied van de hobby kaarten maken. Dus ik vind het heel leuk. Ja absoluut. Ja. Misschien moeten wij elkaar dit jaar ook een handgemaakt kaartje sturen, Mark. Nou, dat wordt op een gegeven moment. We moeten borduren. Maar je kan ook het combineren met haken. Ja, dat is waar. Heb ik ook heel leuke kaartjes pas voor gekocht. Misschien kan is je dat mutsje nog wel weer haken. Een nieuwe. Ik voel een crossover. Oh, altijd leuk, altijd leuk. Nou, top. Ik vind het een hele leuke hobby. Leuke hobby. Ik ben voor. Brengt ons dat bij alweer de volgende rubriek, namelijk... Het product. Het product. En daarvoor had jij best een hele goede suggestie dit keer. Ja, was iets wat ik vaak op de Credo zeker ook voorbij zie komen bij verschillende stands. En dat is de DIY, oftewel do-it-yourself kit. Ja. Het is vaak een pakketje. Klopt. En dat is voor de mensen die die term nog steeds niet kennen of niet begrijpen. Dat is eigenlijk een pakketje met wat spulletjes erin waarmee je iets kan maken. Mm-hmm. Het pakketje bevat vaak alles om het product te maken wat het moet gaan worden. Ja.
Maar dat kan variëren volgens mij van een snoeptaartje tot aan een houten Eiffeltorentje of een... Ja, het is vooral heel makkelijk als je een hobby daarvoor hebt, zeg maar, die je niet iedere dag doet. Ja. Dus je kunt ook wel een haakpakketje doen, maar goed, vaak heb jij daarvoor zelf genoeg materiaal. Maar als iets wil uitproberen, een nieuwe hobby... Dit is meer als je echt iets wil bouwen of vanuit hout maken of wat dan ook. Ja, klopt. Ja, dan is dat altijd wel een mooie optie dat je gewoon eigenlijk alles in één pakketje koopt en dat dan ook gewoon een keer kan proberen, zeg maar. Ja, helemaal mee eens. Dus ik gebruik ze ook zelf heel veel. De DIY. Ja. Ik zeg vaak DIY. Ik zeg het precies verkeerd om volgens mij. DIY. Do-it-yourself pakketjes. Do-it-yourself it. Ja, ik vind het ook een lastige naam eigenlijk. Ja. Ik bedoel, het is wel wat het moet zijn, maar het bekt niet lekker. Nee, dat vind ik ook. Dat is een beetje een nadeel van het product. Ja, dat is een minpunt. Maar ik vind het uiteindelijk vaak wel heel fijn, want het is wel het laat je ook ontdekken. Ja, heb jij een voorbeeld van een DIY pakketje? Ja, heb ik toevallig. Oh. Ja, ik heb recent twee dingen gekocht. Eentje was een miniatuur serre, die je helemaal kon nabouwen met mini-boekjes. Ja, die zijn heel leuk. Een soort miniatuurwerkje. Ja. De andere was een plantenbakje. Een plantenbakje? Ja, daar kan je een soort terrarium in kweken met gipsfiguurtjes en dat soort dingetjes. Oeh, klinkt goed. Dat is ook wel heel leuk. Dat vind ik ook heel leuk, Dat moet het nog steeds allemaal wel doen, maar ik bedoel... Maar ja, zie je, dat is dus zoiets als gips of... dat heb je niet alle dagen in huis. Nee, zou ik normaal gesproken ook niet mee gaan werken, zo 1, 2, 3. Maar dan is het wel weer leuk dat je dat toch een keer kan doen met zo'n kietje. En dat je alle benodigdheden daarvoor in één keer bij de hand hebt. Ja, het is vaak gewoon afgepast wat erin zit. Je hoeft er ook weer niet van alles voor aan te schaffen. Nee, precies. Maar je kunt wel gewoon gelijk aan de slag en het maken. Dat is wel echt een heel groot voordeel. Ja, vind ik wel. Ja. Oké. Okay, en dan trek je eerder over de streep, denk ik, om ook een keer zoiets te proberen. Ja, precies. Om kennis te maken met een bepaalde hobby, dat klopt helemaal. Nee, dat is ook zo. Ja. Nou. Het is alleen, ik vind wel met dat soort dingen wel dat het kwalitatief soms. Het moet wel goed in orde zijn. Want je treft ook nog wel eens zo'n DIY. Die gewoon, waar net MDF wat erbij zit of wat dan ook net wat slechter is. Dat het snel breekt of splijt. Of... Ja, dat klopt. Jij wil van die pakketjes. En zeker als er dan iets van garen of zo in zit. Waar wij dan heel erg mee verwend zijn qua kwaliteit. Vaak goede kwaliteit. Dan is zo'n pakketje vaak wat minder. Of het is echt net krap aan genoeg om... Ja, dat is vaak wel inderdaad. En dat is wel bepalend voor wat je er uiteindelijk van vindt. Ja. Want je hebt ook geen zin als je net tekort hebt om er weer iets voorbij te gaan kopen. Of, dus dan maak je het of weer niet af. Of het werkt inderdaad niet goed dat je het niet kan afmaken. Mm-hmm, ja. Dus dat is wel bepalend, vind ik eigenlijk ook, wat je er uiteindelijk van vindt. En hoeveel plezier je eraan hebt. Ja, dat vind ik ook wel eens lastig. Ja, dan heb je net, dan maak je een foutje en dan denk je, verdorie, ik heb nou... kom ik net dit of dat tekort? Of dan je ging net een gipsmalletje fout en dan is het gips op. En dan is het op. Ja, dan kun je dat niks is wel meer. Inderdaad. Het is echt waardeloos, inderdaad. Ja. Dus dat vind ik wel een beetje bepalend aan het hele concept. Mm-hmm. Maar het concept op zich vind ik echt wel heel leuk. Ja, nee, daar ben ik helemaal met jou eens. Ik heb er inderdaad ook wel een aantal die ik heb gemaakt. Maar het staat of valt met de kwaliteit. Ja, dat vind ik wel, ja. Ben ik met je eens. Nou, komen we daarmee ook al aan bij de beoordeling? Ik denk het wel. Ja. Oké, wat geven we aan... Wat geven we voor cijfer? Van 0 tot 10 was het, hè? Ja. Nou, ik denk dat ik het een 7 geef. Klinkt heel sumier, hè? Klinkt voorzichtig, maar aan de andere kant snap ik het heel goed. Want ik had zelf ook een 7 in mijn hoofd. Echt zo waar. Ik weet nog niet waarom. Maar het is meer omdat ik wil eigenlijk wel hoger waarderen. Maar ook omdat je toch, je weet nooit van tevoren hoe dat pakketje uitpakt qua kwaliteit. En of het genoeg is en dat soort dingen. Waardoor je wat voorzichtig wordt dat je denkt, ik moet eerst maar eens even zien wat het doet. Ja. En dan soms kan het een enorme 9 worden. Maar het kan soms ook terugzakken naar een 5, zeg maar. Ja, het kan ook echt waardeloos zijn. Laat het vooral een mooi gemiddelde. Middenmoot houden, dus van een 7. Helemaal goed. En het is dat credo kan je... Je kunt daar helemaal losgaan op de DIY-pakketjes. Ja, die kun je genoeg vinden. Nou, goede tip. Goede tip, en dat brengt ons meteen... Volgens mij bij de volgende. Oh, zijn we ook alweer bij de tips aanbeland. Ja, klopt. Die zijn voor Credo natuurlijk wel belangrijk. Ja, want... Er is genoeg te zien en te doen. Welke stands bezoek jij eigenlijk altijd als eerste, Mark? Als jij... Als eerste. Ja, waar ik eigenlijk altijd wel meteen naartoe ga, is het Muizenhuis. Het Muizenhuis. Ja, dat is eigenlijk een beetje misschien iets wat je niet verwacht. Nee.
Maar het Muizenhuis is eigenlijk een heel leuk concept. Dat is eigenlijk een soort van miniatuur poppenhuis van afval gemaakt. Oké. Okay. Ja, niet dat ik behoef het niet zelf, maar ik vind het heel kunstig om te zien. Het is allemaal van dopjes en touwtjes, plasticjes. Daar is een soort van setting van gebouwd. En, ja, het is eigenlijk ook voornamelijk ook voor kinderen. Er zijn kinderboekjes te vinden, dat soort dingen. Maar ik vind het altijd heel leuk om te zien. En vaak staat er op de Credo ook wel een voorbeeld van. Ja. Dus ik vind het qua inspiratie gewoon leuk om te zien. Even naar die muizen. Oh. Echte muizen? Nee. Oh, want ik hou helemaal niet. Natuurlijk. Nee, het zijn gewoon kleine knuffeltjes. Oh, oké. Okay. Dan kan je ook zelf maken. Hoeft niet. Je kan ze ook kant-en-klaar kopen op de Credo. Van Vilt, zijn het die Vilten muisjes? Nee, het is echt stof. Oh, ja, okay. En je kan ze ook... toevallig heb ik mijn moeder die... maakt ze ook helemaal zelf van zakjes stof en zo. Wat goed. Dus dat kan je ook nog. Als je een hele creatieve bui bent en je vindt het leuk om dat voor je kleinkinderen of wat dan ook te maken, kan dat ook nog. Maar ik vind het gewoon heel leuk om te zien altijd. Dat is een goede tip. Ja. Oké. Okay. En dan kan ik daar ook spulletjes kopen om die muisjes te maken? Ja, oh, ja dat kan ook. Je kan ze kant en klaar kopen. Zeg maar als jij je kleinkinderen een leuk knuffeltje wil geven. Maar je kan ook spulletjes kopen om het helemaal zelf te doen. Oh, dus het is een beetje, je kan twee kanten op. Ik ga eens kijken. Ik ken het niet. Ik kan me ook niet herinneren dat ik het de vorige keer op de Creadoe heb gezien. Het staat er eigenlijk al jaren. Oh. Daarom is het misschien ook wel leuk om een keer te benoemen. Ja, heel goede tip van jou. Nou ja, er is ook zoveel te zien natuurlijk op die Creadoe. Ja, dat is het. Het valt snel. Ja. Ja, sommige dingen loop je gewoon misschien natuurlijk gezien omdat je denkt dat je er niet zoveel mee hebt voorbij. Ja, dat klopt. Nou, zelf ga ik eigenlijk altijd als eerste naar de stand van Most Cutest. Ja, dat ken ik. Die ken je ook wel, toch? Ik. Ja, dat is echt een te leuke stand. Ja. Vooral als je zeg maar van een beetje van die Japanse kawaii-achtige poppetjes en kleurtjes en dingetjes houdt, dan kan je echt van alles snoezigs vinden. Dat is echt wel gewoon roze, alles is leuk. Mooi, ja, heel erg leuk. Stickertjes, kleine notitieboekjes. Ja, je kan echt je lol doen, maar ook gewoon hele grappige dingetjes allemaal. Ja, ook van dat soort snoepachtige spul waar mijn meiden dan weer helemaal gek van zijn. Of dingetjes die ook, ze hebben ook DIY-pakketjes daar trouwens. Ja, ja, dus daar ga ik altijd naartoe, naar mostcutest.nl. Die staan er dit jaar ook weer. Maar waar ga ik ook nog naartoe? Ja, ik ga natuurlijk toch wel heel graag naar de haakstands en de wolwinkeltjes, zeg maar, die je dan kan vinden op de Creadoe. En eentje daarvan is Stip en Haak. Ik ga altijd eventjes langs bij Harriet van Stip en Haak. Sowieso om even te kletsen als er tijd voor is. Meestal heeft ze dat niet, want het is altijd druk daar. Ja, tuurlijk. Maar daar ga ik zeker naartoe. En voor de die kaarten maken, spulletjes, stempeltjes en stansen, ga ik altijd naar Studio Light. Studio Light? Ja. Dat zegt mij dan weer helemaal niks. Ja, die hebben ook hele toffe papierblokjes. Maar ze hebben eigenlijk allerlei soorten... lijnen noem je dat, hè? Verschillende stijlen zo. Maar dan kan je dus alles op het gebied... binnen zo'n sfeertje kan je dan alles krijgen. Dus alles is passend bij elkaar. Ja, alles past bij elkaar. Dus de papier en de stencils en de stansen... alles is gewoon op elkaar afgestemd. Dus dan krijg je gewoon hele mooie resultaten. Dus die vind ik ook heel erg leuk om te bezoeken. Dat ken ik dan weer niet, maar dat is een goede tip. Ja, zeker. Er is echt genoeg te ontdekken inderdaad... En de meeste dingen weten mensen wel. Maar er zijn echt wel van dit soort steentjes allemaal... die gewoon nog soms wel eens vergeten worden. Ja. Nou ja, je hebt 3 hallen. Dus, ja, en er komen natuurlijk genoeg mensen waar je over komt. Dus een Karin Bloemen en een Creachick en diverse mensen zijn sowieso aanwezig. Nee, maar die zijn natuurlijk al bekend. Ik bedoel, ja, dat klopt. Dat zijn best wel publiekstrekkers. Ja. Maar het is ook goed om wat tips te geven op standgebied, denk ik. Ja. Mee eens. Nou ja, de bekende stands zijn natuurlijk ook de stands van waar je altijd inspiratie op kan doen bij Durabelen natuurlijk. En Scheepjes, die staan er ook. Ja. De grotere winkels als Caro's Atelier heb je bijvoorbeeld er staan. Q Dutch volgens mij is ook altijd een trek. Er zijn ook veel mensen die er naartoe gaan. Boekhandel Buitelaar is meestal aanwezig. Boekhandel Buitelaar, die staat er ook. Waar je echt wel hele mooie, unieke boeken ook vaak wel treft op de Creadoe. Ja. Ja, dus er is genoeg te zien en te doen. Ja. Dat klopt. Waar ik wel altijd aan voorbij loop zijn van die net niet stands. Net niet? Ja, van die, hoe moet ik dat nou zeggen? Dat je denkt, wat doet deze man met pannen hier of zo? Of, Dat is vaak heel ver van het creatieve vandaan. Ja, dan is koken natuurlijk ook best een creatieve... Ja, maar het slaat een klein beetje de plank. Dat vind ik dan net niet passen, zeg maar. Kijk, ik snap best nog wel dat je ook van die kramen treft waar je gewoon lekker kan graaien in kralen en dat soort dingen. Ja. Dat snap ik allemaal best nog wel. Ja. Maar soms zit er inderdaad iets tussen dat je denkt,
En ze hebben daar ook zo'n tijd, hebben ze die stand gehad met van die sterren, die lichten. Ja, die zijn wel mooi, weet je, voor de kerst, die hang je dan voor ja, het raam. Ja, van die papieren sterren waar je een lampje in kan. Ja, maar dat vind ik eigenlijk ook net. Ik wil dan misschien toch liever dat ik gewoon zelf zo'n ster kan maken ja. met een DIY-pakketje. Ja, nee, ja maar je wilt het dan, je zoekt op Credo wel dingen om zelf te maken, denk ja. ik. En niet kant en klaar te komen, dan kan je ook naar een tuincentrum nee, bij precies. spreken. Waar ik trouwens ook nog naartoe ga wel, die staat op mijn lijstje, is de stand van polyestershoppen.nl. Oh, daar heb ik jou over gehoord. Ja, dat is het met dat resin spulletje. Ja, dat plastic giet. Ja, daar kan je ook allerlei dingen mee maken. Onderzettertjes, sieraden. Ja, die zijn volgens mij ook voor het eerst dit jaar. Hè? Ja. Dus dat is ook wel interessant om eens te kijken. Ik wil daar wel eens even zien hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En dat wil ik nog wel een keer uitproberen ook. Dus daar ga ik zeker nog naar naartoe om te kijken. Ik vind het een mooie tip om deze rubriek mee af te sluiten. Oké. Nou, dan komen we bijna aan bij het einde van deze podcast. Ja. De Creadoe Special. Heb jij daarover nog een uitsmijter, Mark? Heb je nog iets wat je kwijt wil over de Creadoe, wat je bent vergeten te vertellen? Nou, gewoon vooral komen. Komen. Ja, dat is het belangrijkste. Ja, ik ben benieuwd wie we allemaal gaan zien. Ik denk heel veel mensen. Ja? Dat zou wel leuk zijn. Hoop ik althans. Maar vaak is het al wel zo, als je er bent, dat je heel veel mensen spreekt en ziet. Mm. Maar dit jaar hopen we dat natuurlijk helemaal, omdat we... Hè, ja, want nu heb je natuurlijk zo dat wij alle dagen er zijn. En jij en Lisette vorig jaar natuurlijk te gast waren vaak bij andere standhouders. En dan hoorde je wel eens van, maar ik ben er donderdag. Ben je er dan niet? Je was heel vaak gewoon ergens 2 uur aanwezig en dan ging je weer. Ja. Ja, en dan was het net gewoon jammer voor die persoon die er dan nog net niet was of op een andere dag kwam, dat hij je dan moet missen. En dat kan je nu gelukkig natuurlijk tackelen door gewoon de hele week aanwezig te zijn. En dat is ook wel leuk. Ja, dat vind ik ook wel leuk. Dus je hoeft eigenlijk niemand mis te lopen. Nee. Ze kunnen allemaal langskomen. Nog 1 keer, 8:30 staan wij. Stand 35. B35. Dus komt dat allemaal zien. Dus als je binnenkomt, meteen naar de tweede hal lopen. Ja, naar de tweede hal. Daar zitten wij. Ja. Ergens in het midden. Ongeveer. Ongeveer. Nou, je vindt ons vast. Het is niet zo heel ingewikkeld. Zo moeilijk is het niet. Om te vinden. Nou goed. En als je dan nog niet genoeg hebt van al die creatieve inspiratie die je opdoet bij de Creadoe, dan heb ik al nog een uitsmijter voor thuis. Vertel. Ja, over die DIY-pakketjes gesproken. Ik ben onlangs gestart met een serie op YouTube, op mijn eigen YouTube-kanaal van Vreubelweb, met het uitpakken van een aantal van die pakketjes. Oh. Ja, want ik heb het eigenlijk best wel heel veel. Ik was net nog een beetje voorzichtig, maar eigenlijk heb ik heel veel van die pakketjes. Ooit. Ja, maar die krijg ik dan soms ook toegestuurd. Of ik koop ze dan ergens op een beurs en dan belanden ze weer op de zolder. Op de stapel. En dan vergeet ik het eigenlijk. Maar ik heb echt heel veel leuke pakketjes. Dus ik dacht, als ik daar nou een videoserie van ga maken, dan word ik tenminste gedwongen om die pakketjes te maken. Kan ik ze ook laten zien aan iedereen en misschien vind je het dan ook leuk om ze zelf te gaan kopen. Dus die serie die is begonnen een paar weekjes terug op het YouTube-kanaal van Vreubelweb. En die kun je... Ja, iedere maandag komt er een nieuwe aflevering online. Dus die kun je bekijken. Ja, ik een vind soort zelf... van verlengde review. Want je ziet ook echt wel wat een pakketje kan opleveren. Ja, wat je ermee kan maken. Het is een beetje verrassing. Wat zit er in het pakketje? Dat is het ook wel altijd... Het is voor jou ook wel inderdaad... Ja, en of het dan werkt inderdaad. Maar nee, dat is een serie die je misschien ook leuk vindt om te bekijken. Dus dat was mijn uitsmijter. Dat is een hele goeie. Ja. Nou, en voor de rest heb ik ontzettend veel zin in volgende week. Ik ook. Wij gaan gewoon genieten. Ja. We gaan er echt een feestje van maken. Ja. Dat is wel de bedoeling. Dat gaan we gewoon doen. Ik bedoel, dat hebben we zelf in de hand. Oh, ik vind het echt wel... Ja, ik moet echt zeggen dat ik het ook best wel heel spannend vind zo'n eerste keer. Ja, het is keer, natuurlijk dus... wel... Het is echt wel iets dit jaar. Ja, toch? Het voelt wel een soort aanloop zo, want het komt eraan. Ja. Oh, en trouwens, als mensen ons zoeken en je bent even de stand, het standnummer vergeten. Ja. Op de plattegrond van de Creadoe staan wij natuurlijk als Livre de Louise en niet als Vreubelweb. De naam van de uitgeverij inderdaad. Misschien wel even handig heel om dat nog te onthouden. Ja, dat is een goeie. Ja. Maar goed, dat was dat. We gaan ervan uit dat we jullie volgende week gewoon allemaal zien. Ja. Of volgende week. Ja, volgende week.
Woensdag. Woensdag. Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Eén van de dagen of meerdere dagen. Oh ja, dat kan natuurlijk dat ook. Kan natuurlijk ik ging ook. Vaak wel 3 dagen, eerlijk gezegd. Er zijn ook mensen die gewoon een hotelovernachting boeken en gewoon nog een tweede dagje doorpakken. Dat snap ik ook, want er is gewoon heel veel te zien. Als je te veel voor je is en je wilt gewoon alles rustig bekijken, is dat ook best wel aan te raden. Ja. Dat je gewoon rustig op je gemakje overal door kan. En hier en daar een praatje kan maken. Precies. Ook belangrijk. Fotootje. Boekje laten signeren. Boekje laten signeren. Kan allemaal. Ja, zo is het. Nou, we gaan jullie zien. En ik spreek jou sowieso weer volgende week, Mark. Dus absoluut. Tot dan. Tot dan. Doeg. Doeg.